Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 12 november. En ik ga weer beginnen met een nieuwe weekvlog. Dus als je er veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je alvast even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze weekvlog. Het is dus vandaag maandag. Maandag 12 november. En meestal begin ik op zondag mijn weekvlog. Maar dat doe ik alleen als ik op zondag echt iets bijzonders ga doen. Want gisteren moest ik bijvoorbeeld de hele dag liggen. En toen dacht ik echt, ik blijf gewoon lekker de hele dag make-uploos leren. Dus daar heb ik helemaal geen zin in om iets te filmen. Deze week ga ik wel filmen. Ik zit namelijk in mijn tentamenweek. En dit is het laatste deel. Ik heb nog 4 tentamens. En vandaag heb ik er 1. Wel een praktijktoets. Ik ga rood kapje vertellen. Daarom heb ik mijn rode trui aan. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik krijg ook gelijk het cijfer volgens mij. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is wel heel erg vroeg, want ik heb dus om 8:30, over precies een uur, heb ik mijn tentamen. En ik moet ook nog naar school toe en allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, ik moet ook een trein eerder nemen, want anders ga ik het gewoon niet halen. Ik denk dat ik nu mijn camera ga opladen. En dan zien jullie mij na school. Oké, ik ben weer thuis van school en het is nu 10:30. Dus nog super vroeg. En mijn vertellen ging super goed. Ik heb een 8, want we kregen gelijk het cijfer. Dus ik ben echt heel erg blij. Ik had het echt niet verwacht. Ik had wel verwacht dat ik een voldoende zou halen. Maar een 8 is natuurlijk wel weer echt heel erg hoog. Ik moet nu, ik thuis ben, gelijk weer leren. Ik vind dat ik er een beetje gek uitzie of zo. Maar ik moet dus nu eigenlijk weer gelijk leren. Dus ik ga even snel een broodje maken. Dan ga ik 1 YouTube video kijken. En dan ga ik weer verder met leren. Want ik heb morgen mijn, dat heb ik ook weer, oh ja, mijn digibord presentatie. En ja, daar heb ik wel zin in. Alleen ik moet hem nog maken. Of in ieder geval afmaken. Dus ik ga nu even dat afmaken. En dan Oké, mijn toets van morgen die gaat dus over dit programma, ProWise. En dat is dus met het digibord. Wij moeten dus een eigen rekenles hiermee maken. Ik weet niet of jullie dit interessant vinden hoor. Maar en dan heb je gewoon een eigen account. En dan ik heb dan als thema schoolreisje. En dan kan ik dus een eigen presentatie maken. En dan kan je ook dingen aanklikken op het bord. En ja, dat is wel eigenlijk heel erg leuk om te doen. Oké, ik heb de presentatie helemaal afgemaakt. Ik denk dat het morgen wel goed moet komen. Ik zit alleen een beetje met de tijd. Want het mag volgens mij 6 minuten duren. En dat is gewoon een beetje, ik weet niet of dat gaat lukken. Ik ga om 1 uur mijn broertje uit school halen. En ik moet nog even wat dingen bij Im ophalen voor mijn verjaardag. Want ik vier dit weekend mijn verjaardag. Oh, dat zit dan ook in deze vlog. Dat is wel heel erg leuk. Want ik ben volgende week, over precies een week, ben ik echt jarig. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ja, dus ik moet nog heel even een paar dingen doornemen. En dan moet ik eigenlijk gaan beginnen aan mentaal en rekenen. En dat heb ik woensdag. Ik ga nu verder weer met leren. Oké, ik ga even mijn broertje uit school ophalen. En even bij Im iets halen. Dus ik ga even met de auto weg. En ik zal mijn camera even meenemen. Geen idee of ik iets ga filmen. Ik ben echt namelijk maar een kwartier weg. Maar oké. Ik heb Jul opgehaald uit school. En voor de verrassing, ik wist dat hij dit ging zeggen, gaan we naar de McDonald's. Ik had eigenlijk van tevoren moeten filmen dat ik gewoon wist dat jij dit ging zeggen. Tuurlijk. We moeten natuurlijk, ja, healthy life. Dus we mogen allebei maar 1 ding. Anders wordt het natuurlijk een beetje te ongezond. Dus wij gaan nu naar de McDonald's. We zijn bij de McDonald's. Uiteraard. Hij stelt de hele tijd niet zo goed scherp. Wat vind je van dit liedje, Jul? Goed. Vind je hem niet leuk? Oh, mag ik vertellen over je hechtingen? Ja, doe maar. Oké, kijk. Zie je het goed? Jul heeft dus hechtingen in zijn hoofd. Wil je zelf vertellen wat er is gebeurd? Of moet ik het vertellen? Nee, hij had, je hebt een 8 voor vertellen, dus doe jij maar. Oké, Jul moest zaterdag voetballen en toen kregen ze een soort van ruzie. En toen gingen ze een beetje vechten en nu heeft hij een hechting in zijn hoofd. Laf voetbal. Maar ik deed niks. Nee, Jul deed niks. Maar hij is wel geklapt. En toen moest zijn wenkbrauw gehecht worden. Dus diegene die dat heeft gedaan. Ik was weer aan het leren in bed. Alleen ik kreeg een melding van de beep.
Ja, van de Biep. Dat mijn boek vandaag ingeleverd moet worden. Dus die ga ik nu brengen. Love it. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is nu 9:30. En ik heb over een uur heb ik mijn volgende tentamen. Ik heb een praktijktoets met het digibord. Dat had ik gisteren ook al verteld. En ik heb mijn make-up even gedaan. Ik heb me omgekleed. En ik ga het zo meteen nog een keer doornemen. En dan ga ik naar school toe. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. En ik was ook even een vlog van Monica aan het kijken. Ik heb dit blouseje aan van Chiquelle. Deze is een flare broek. Oh, ik heb twee verschillende sokken aan. Maar een flare broek van de Bershka. Oké, ik ben echt veel te vroeg klaar. Want ik had me vergist in de tijd. Dus nu heb ik nog een half uur extra. Dus ik ga even kijken wat ik nu ga doen. Want ik kan wel alvast gaan leren voor mijn toetsen van morgen. Maar dat heeft niet echt heel veel nut. Mijn laptop. Nee, dat ga ik ook niet doen. Dus ga ik even wat eten maken. En dan ga ik wel met de auto naar het station toe. Moet ik even gaan kijken wat ik ga doen. Oké, ik heb net snel nog even een video opgenomen. Want daar had ik tijd voor. Alleen nu moet ik dus echt super erg haasten. Want anders kom ik te laat. Dus zo goed heb ik het allemaal weer niet gepland. Maar ik ga dus nu naar school toe. Oké, ik ben alweer klaar met school. En ik loop alweer naar de auto toe. Het ging super goed. En ik heb weer een 8 gehaald. Ik had eigenlijk een 9. Maar ze had een fout met oplezen. Weet ik veel. Nee, ik had dus eigenlijk een 8. Maar ze schreef. Nou, weet ik veel. Ik heb dus een 8. Waar ik super blij mee ben. En morgen heb ik mijn laatste twee toetsen. Waar ik nog echt die en die hard voor moet gaan leren. Dus dat ga ik nu zeker doen. Dus ja, ik heb er eigenlijk echt geen zin in. Maar ik ga nu met de auto naar huis. En dan ga ik heel hard leren. Nu rond 1 uur en ik ben thuis. En ik moet vandaag echt nog heel hard gaan leren. Maar ik ga dus eerst even lekker wat eten maken. Gewoon ongezond, maar dat maakt niet uit. En dan ga ik daarna, want het is toch de laatste dag, ga ik gewoon echt leren alsof mijn leven ervan afhangt. En daarna kan ik gewoon, ben ik jarig, heb ik alleen maar leuke dingen. Dus ik moet even niet opgeven, ik moet gewoon doorgaan. Ik heb tot nu toe ook zulke goede cijfers gehaald. Dat kan niet natuurlijk gecompenseerd worden met een 4. Dus ik ga nu even lekker eten maken, nog 1 YouTube video kijken. En dan gaan we leren. Ik ben al echt weer de hele dag aan het leren. Volgens mij is het inmiddels alweer 5 uur of 5:30 al bijna. Ik heb morgen mijn taal- en rekentoets. Taal heb ik nu helemaal af. Ik ga zo meteen verder met rekenen. Ik heb echt de meest erg chill outfit ooit aan. Met zo'n I Love London trui die ik al echt 100 jaar heb. En deze jongensbroek. Ik ben zo blij als het morgen erop zit. En ik hoop echt dat ik goede cijfers ga halen. Nou, ik ga gewoon heel erg mijn best doen. En ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Maar ik heb wel best veel gedaan. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik heb zo meteen mijn allerlaatste. Ja. Mijn laatste twee tentamens. Ik zie er echt niet uit. Ik ben ook echt heel erg moe. Ik ben al heel vroeg opgestaan om te gaan leren. Maar dit is gelukkig het laatste. Daarna ga ik lekker naar school douchen. Ben ik lekker klaar. Morgen vrij, overmorgen vrij. Helemaal top. En ik wilde eigenlijk nu nog meer gaan leren. Maar het lukt me gewoon niet. Ik sla niks meer op. Dus ik heb voor de rest hele goede cijfers gehaald. Dus ik kijk wel gewoon wat er gebeurt. Het is nu 10:00. Even kijken. Mijn toets begint om 11:30. En over een 30 minuten ga ik naar de trein toe. Zodat ik een trein eerder neem. Dat ik niet te laat ben. Dus ik moet echt even kijken. Ik ben in ieder geval wel echt heel erg moe. Ik mijn studentenpas. Ik ben dus nu, ik ben gisteravond begonnen aan Love Island kijken. Want ik had dat echt nog nooit gezien. En ik hoorde er altijd hele goede verhalen over. En ik dacht eerst, het is echt niks voor mij. Maar ik heb nu alweer de eerste 2 afleveringen gezien. Maar ik ben blij dat ik er nu pas aan ben begonnen. En niet midden in mijn tentamenweek. Dat weet ik nu al, dat ik alles al af had gezien. Oké, ik heb mijn tas ingepakt. En ik ga nu snel naar school toe. En ik laat mijn camera hier. Dus jullie zien mij na school. Wat ik van de toetsen vond. Oké, ik ben weer thuis van mijn tentamens. Maar het ging niet zo goed. Ik had het... maar je hoort jou niet in, want je zit in mijn oortjes. Ik ben even met Emma aan het facetimen. En ondertussen weer een tosti aan het maken voor de verandering. En ja, mijn tentamens ging niet zo heel goed. Maar ik ga het zo meteen nog wel even vertellen. Oké, ik ga even Love Island kijken. Derde aflevering. En dan ga ik daarna douchen. En even een tosti eten.
Zin in. Oké, ik ben ondertussen alweer 3 afleveringen van Love Island verder. Ik wist gewoon dat ik gewoon verslaafd eraan ging raken. En mijn eten is nu klaar. Want ik moet over een kwartier volgens mij oppassen. Ik weet niet of het een kwartier is, volgens mij wel. En daarna ga ik naar Mick toe. Dus daar heb ik super veel zin in. En ja, ik moet over een kwartier ongeveer weg. Dus ik ga nu even snel eten, YouTube video kijken en dan zien jullie mij of morgen. Ik denk niet vanavond, maar ik denk morgen. Welke Nike's? Die zijn heel oud, maar die gebruik ik soms als werkschoenen. Ik heb nog nooit gezien. Nee, het staat mij ook niet. Hoe heet die schoenen ook alweer? Nike. Oh ja. Ik loop maar naar beneden alvast. Maar ik vind dat een beetje ongemakkelijk als ik met jou ben. Oké, het is vandaag donderdag. En ik ga nu naar de stad samen met Eve. En met Mick. We gaan met de auto, want we gaan dus nog even wat inkopen doen voor mijn verjaardag. Ik weet niet of ik het vertel, maar ik vier dus mijn verjaardag samen met Eva. En we moeten ook nog even een foto maken voor ons verjaardag. En we moesten nog wat spullen kopen. En we moeten nog al het eten en zo kopen. Dus dat gaan we vandaag allemaal doen. Maar ik ga dus nu eerst even ophalen. Herenigd. Nou, we hebben elkaar best lang niet gezien, toch? Nee, klopt. Oh ja, vorige week toen met mijn nagels wel. Oh ja. Maar hey, we zijn ook even in de solo even wat dingen aan het kopen voor ons verjaardag. Oh, maar je hebt wel roze, hè, Eve? We hadden echt als thema gewoon echt roze moeten doen. Ja, we kunnen op zich, maar het is toch wel een beetje roze. Ja, het is wel een beetje, maar ik zal het zo laten zien. Anders doen we er iets meer roze bij, dingetjes weer bij, misschien ja. Vlaggetjes. Maar ik denk dat we toch echt naar een andere winkel moeten om iets te gaan kopen. Ja, dit is echt wat sorry. En ook kleine shorts. We zullen ook bij de Hema even kijken, want daar heb je ook. Ja, dat is wel meestal ook heel duur. Nee, dat is echt best wel goedkoop. Gaan we even ergens anders kijken dan. Ik ben nu aan het oppassen. Ik heb echt een hele leuke dag gehad samen met Eva en met Mick. Ja, we hebben even inkoop gedaan voor de verjaardag van zaterdag. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. En ik moest nu dus oppassen, maar ik had nog een pakketje gekregen. Dus ik dacht, ik ga die gelijk even unboxen. Want dat was met sieraden. Ja, dat ga ik even aan jullie laten zien. Een pakketje gekregen. En ze hebben een superleuke Instagram. Lots of Jewels. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik zal het sowieso in beeld zetten en in de beschrijving. Daar heb ik een paar leuke dingetjes van mogen ontvangen. Zo ziet het eruit. Zo is het verpakt. Superleuk. En ik zie al echt iets heel erg leuks. Nu al zin in. Ik heb 3 dingetjes mogen ontvangen. Als eerste heb ik superleuke oorbellen mogen ontvangen. En dit zijn ringen en ik draag echt superveel ringen. Alleen ze zijn een beetje anders dan normaal. Het zijn van die ringen dat je dit op je oor hebt. Ik zal ze zo meteen even indoen. Dan kunnen jullie het bij mij zien. Maar deze vind ik super leuk. En dit. En hier ben ik zo blij mee. Ik wist niet dat ik dit zou krijgen. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik draag altijd van die scrunchies. Maar met luipaardprintje. Of panterprint. Of hoe je het ook wil noemen. Is wel echt 1000 keer beter. Oeh. Deze is echt heel leuk. Ik ga die andere ook gelijk in de tas doen. Top. Hier ben ik heel blij. En dan zie ik nog iets heel schattigs. Namelijk 2 kleine armbandjes. En deze armbandjes zijn met een zwart touwtje. Super leuk. En je kan ze ook verstellen. En dan zit er een letter. En dan heb ik de letter J en de letter M. Want dat vond ik wel schattig. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Met 15% korting. Dus dat is lekker veel. Met de code Janette15. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En daar zal ook de kortingscode zijn staan. Dus super leuk om cadeau te geven of iets voor jezelf te bestellen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben vandaag een dagje vrij. Het is inmiddels alweer 2:30 en ik ben onderweg naar Demi, want wij gaan even naar de stad toe. Ik wilde eigenlijk vandaag helemaal niks doen en toen spontane actie. Ik moet straks ook oppassen en ik moet nog iets doen voor werk. Maar ik ben dus nu onderweg naar Demi toe. Wat heb ik vanochtend gedaan? Ik heb vanochtend dingen voor school gedaan. We moesten een website maken en dat had ik nog niet gedaan. Volgens mij had mijn hele klas het al gemaakt, maar die heb ik dus nu. Ik zou nog gisteren die oorbellen laten zien, maar dat doe ik even een andere. Dat doe ik even straks, want dat ben ik even vergeten. En ik moet vanavond dus oppassen. En morgen vier ik eindelijk mijn verjaardag. En ik heb er echt heel veel zin in. Echt heel veel zin. Ik heb wel die scrunchie die erbij zat, heb ik in. Maar ik ga dus nu naar Demi toe en dan gaan we even naar de stad. Ik ben met Demi in de stad.
Wow. Best wel mooi licht hier, kijk maar. Hier, heel veel mooie panties. Zijn dat panties? Dat zijn sokken. Oké, ik ga even een panty kopen voor mijn jurkje voor morgen. We zijn net in de Berg aan de Poelbeer gekocht en we hebben niks gekocht. We zijn geslaagd. Want we willen wachten. Nou, ik ga wachten tot Black Friday. En we zijn dus nu in de Hema. Zo, die parfum ruikt je echt heel erg, die van mij. Oh ja. Nou jongens, ik heb net heel spontaan een derde gaatje laten schieten in mijn oor. Demi heeft gefilmd. De kwaliteit was iets minder, maar ja, ze is natuurlijk ook wat minder ervaren. Dus er was ook niks aan doen. Oké, maar we gaan nu... echt nergens op. Nee, wie filmt er nou weer zo? Oké, maar we gaan dus nu even een oorbedje kopen. Want hier in het midden... Wacht, ik zag... Ik dacht... Ik ging vorige keer echt gillen. Tof, dankjewel. Ja, Oké, ik heb net even een oorbelletje gekocht. Kijk, ik weet niet of je het goed ziet. Gewoon even gekocht. Hoezo even gekocht? Jij hebt toch ook oorbellen gekocht? Jeetje. Ja, maar ik heb geen... Nee, ik heb geen internet. Voor de vlog te kijken. Kijken? Ja, is goed. We kijken hem wel onderweg. Ja, dan doen we hem daarin. Oké, we zijn nu weer klaar uit de stad. Ik hoop dat je het goed kan zien. Het doet helemaal geen pijn. Ik vind het echt heel erg leuk. En ik ga nu Demi weer thuis brengen. En dan ga ik naar werk toe. En daarna moet ik dus oppassen. En hadden we nog iets gekocht in de stad? Oh, die panties. Voor de rest niks. Okay, de panties en gaatjes. En gaatjes gekocht. Oké, dus dat. Het is wel echt heel intens. Oké, het is vandaag zaterdag. En ik heb de hele dag niks gefilmd. Maar Eva en ik zijn helemaal ready. En we gaan dus ons verjaardag vieren. We hebben als thema een beetje zilver en roze. Dat zilver van mij, dat valt een beetje weg. En we hebben beneden dus echt heel erg leuk versierd. Dus daar hebben we nog veel zin in. Die panty eronder. Ja. Nee, dat vind ik echt niet lelijk. Oké, ik ga even... Ja, wacht. Ik laat eerst even beneden zien. Ja, wacht. Ik ga mee. Oké. Ook die muziek. Even iets zachter moet die zijn. In plaats van zo'n plastic ding. Ja. Nee, dit is echt heel leuk. Dit is echt mooi. Dit is echt mooi. Het duurt weer 80 jaar. En we nog meer. Gaan we nu al alles doen? Nee. Niet alles. Alsjeblieft. Oh, dat zijn twee verschillende potjes. Ja. Oh, als dat goed gaat. Oh. Dance, schatten! Nee. Daarom zei je dat hij die allemaal moest nemen. Ik ga ze even in doen, ja? Mama, wij zien wel weer. Alsjeblieft. Thanks.
schat. Alsjeblieft. Welkom bij dit interview. Wat vond je van vanavond? Het is heel leuk. Maar dit is een slechte kant. Ah, Eva, je hebt geen slechte kant. Wat vind je van je drinken? Ja. En van je kroon? Ja. En van je kroon? Die is heel mooi. Het is vandaag niet te leuk vanavond. Snap je? Ik zal even iedereen filmen die er vanavond is. Oh. Sorry, moment, ben ik niet gevorderd in. Eva, die is ook jarig. Daar is Celia. Die wilde vandaag ook graag op de vlog. Dus hier is Celia. Ik zal even eerst de tijger aan Claire. Ik is ook Claire. Eva. Ja, daar is... En daar is Lieke. Tot de volgende keer. Ja. Oh, ik er ook bij. Die antieke kast. 3, 2, 1. Hallo. Van Douglas Huismerk. Oh nee, maar dan moet je wel zo je hand opvoeren. Kerstcollectie. Ik zal hem even scherp stellen voor jullie. Jongens, zullen we het zelf ontspannen? Dit zijn mijn lippen nu. En dan doe je hem weer dicht als je hem hebt gebruikt. En dit? Dit zijn mijn lippen nu. Na gebruik van deze. Nou, bedankt voor het kijken naar ons tutorial. We hopen dat jullie genoten hebben en er wat aan hebben. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe hieronder. Abonneer gewoon gratis voor jullie. En tot de volgende keer. Doei. Oké, jongens, we gaan even een foto maken. Ja, maar niet met uitgaan. Nee. Jongens, wat is dit dan? Every day like it's your birthday. Doe je toch al. We love you. The princess. Ja, dat nou zijn. Nu weet ik het al. Gelukkig moet allemaal glitter beginnen. Goed, ja, dit is goed, kapot. Het is breekbaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken, stelt hij scherp? Niet echt. Mijn camera is namelijk gisteren heel hard gevallen, dus ik moest de lens er ook zo uithalen. Maar het is vandaag zondag. En ik heb gisteren mijn verjaardag gevierd samen met Eva. En het was echt heel erg leuk. Oké, maar ik ga me nu even klaarmaken. En ik zal zo meteen even laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Leuk video, abonneer ons op mijn kanaal, oftewel. Dit ga ik er echt in laten, Nick. Dat ga ik erin laten. Wat? Heb je het al gefilmd? Ja? Ik was toch al aan het filmen, schat? Je hoort toch dat piepje? Oké, ik zal even zien wat ik heb gekregen. Heb ik deze Sandra's gekregen? Van Mick. En deze dingetjes hier omheen zitten, die sporen, die heb ik van mijn vriendinnen gekregen. En ik ga ze nu aandoen. Oké, ik wilde net dus die cadeautjes filmen. Maar toen bedacht ik me ook... Wacht, mijn schoenen staan dus hier. En ik ben er zo super blij mee. Echt niet te doen. Wat heb ik nog meer gekregen? Deze oorbellen van Joy en die daarachter met die ringetjes. Die heb ik ook gekregen. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Maar wat ik me dus bedacht. Eigenlijk begin ik op zondag altijd gewoon een nieuwe video. Dus volgens mij moet ik nu al lang stoppen met filmen. Dus dan ga ik dat ook doen. Maar dan ga ik zo meteen gewoon weer verder met een nieuwe weekvlog. Dus dan zien jullie volgende week weer de rest. En ik ben morgen ook jarig. Dus dan is het wel leuk als ik een nieuwe video begin. In ieder geval, wat wil ik nog meer zeggen? Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video.